Welkom, Kreeft, bij jouw kaartlegging voor datgene wat jouw aandacht gaat verdienen in de komende periode. Ik onderbreek deze kaartlegging eventjes om het volgende te melden. Het publicatieschema van deze kaartlegging over wat vraagt jouw aandacht in de komende periode. Dat kan je terugvinden hieronder in de omschrijvingsbox. Dus daar kan je per horoscoopteken terugvinden op welke dag jouw kaartlegging over wat jouw aandacht verdient wanneer dat die aan bod komt. En dan mag je ook eens even stilstaan bij de volgende vraag. Wat bracht vandaag een glimlach op jouw gezicht? En dan mag je dat eventueel hieronder in de comments of in de reacties achterlaten. Ik kan alvast vertellen dat dat voor mij vandaag mijn hond was. In die zin, als we deze morgen onze ochtendwandeling aan het doen waren en we waren op in een veld helemaal alleen, dus dan kreeg ze van mij zo de lange lids. En dan heeft ze echt zo een, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, ze was heel op haar gemak aan het wandelen, zo een drafje aan het doen, dat kontje wiebelde zo leuk, die staartje kwispelde zo echt gelukkig, content, op haar gemak was ze aan het wandelen. En gewoon zien dat zij geniet van haar ochtendwandeling, dat bracht voor mij een glimlach op mijn gezicht vandaag. En ik ben eigenlijk ook benieuwd naar wat jou vandaag aan het glimlachen bracht. Dus als je het wilt delen, laat het dan zeker hieronder achter in de reacties of in de comments. Ik ben benieuwd naar wat ik ga lezen. En dan gaan we nu terug naar de kaartlegging van vandaag. Of datgene waar dat jij de focus gaat mogen opleggen. Het zou kunnen hè, dat jij daar al een glimp hebt van opgevangen in jouw ooghoek. Ja, ofwel, out of the blue, gaat het jouw aandacht opeisen. We gaan eens kijken wat dat voor jou kan zijn. Wees je bewust. Deze kaart die vraagt eigenlijk dat wanneer je dingen doet, de dingen die je, waar dan je mee bezig bent, mensen, ja, het grote geheel, wees je daar bewust van. Als je een bepaalde taak aan het uitvoeren bent, ben je er dan van bewust, één, dat je die taak doet, maar zorg je dan ook dat je weet waarom doe ik deze taak. Hoe komt dat dat ik deze taak doe? Wil ik die taak zelf doen? Is dat een opdracht die ik gekregen heb? Is dat omdat ik iemand aan het helpen ben? En heb ik daar dan zelf voor gekozen om die persoon te helpen? Of heeft iemand mij de opdracht gegeven om die te helpen? Ook als je met een andere persoon aan het praten bent, wees je dan één bewust van wie is die andere persoon? En zodat je ook rekening kan houden met wat je zegt en hoe je de dingen zegt tegen die andere persoon. En anderzijds je ook bewuster van zijn van wat zeg je en hoe zeg je de dingen. Wat dat toch ook heel belangrijk is. Ook het geheel. Waar dat je dus dat kan over individuele situaties gaan, dat kan over individuele relaties gaan, maar dat kan ook gewoon jouw verhaal zijn, waar dat jij je op dit moment op jouw tijdslijn bevindt, je jou op dit moment op deze plaats. Wees jou daarvan bewust. Als je een bepaald doel voor ogen hebt, waar ben ik hier en nu vandaag? En je kan dat ook weer bekijken op carrièrevlak, op studievlak, op relatievlak, op die grote wens of die grote droom. Wees je bewust. Sta daar gewoon even bij stil.
Zo, dit was jouw kaartlegging over datgene wat jouw aandacht gaat vragen in de komende periode. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.